hap. Omdat appels zo mooi stapelen, wou ik er stapelen onder je huid. Je benen, schedel, borst, vol appels stapelen. Van die gele die vol vlekken en vol builen. Slechts één rode, glanzende volmaakte, die zich tijdens het bewegen door je lijf verplaatst. En dan te kunnen raden waar, in welke van je ledematen hij precies verborgen zit. Om telkens ik het juist gok hem eruit te halen, er een hap uit te bijten. Nietig weliswaar, maar oneindig maakt, onlogenbaar, geschonden. Mom don't know what triggered that thing. Daddy don't know what triggered that thing. How I bump and toe. Now I'm open to a chicken that thing. I, a mama, don't know what triggered that thing. In een nacht die zijn zwarte vleugel had neergelaten, sprak zij toen de liefde haar flank bespeelde met een roes. O nacht, verbergt uw duisternis geen vriend om mee te kouten of een neuker voor deze flamoes? Zij sloeg erop met haar hand en slaakte de zucht van wie in berouwvol verdriet zit te verkwijnen. Zij zei, het gebit wordt verschoond met een tandenstoker en als een tandenstoker is de pik voor vagijnen. O moslims, willen jullie pikken niet opstaan? Wil niemand van jullie deze klager bijstaan? En van onder mijn ondergewaden schoot mijn pik omhoog en sprak tot haar, hier ben ik, hier kom ik aan. Ik ontknoopte haar gordel en zij schrok, wie bent u? Ik zei, als man heb ik uw roep verstaan. En tot de ochtend gaf ik haar met iets als haar onderarm een fijne roezeboes die het bekken bezeert. Totdat ik na drie keer opstond. Mogen het neuken u goed bekomen, sprak zij. En ik antwoordde, ik ben vereerd. Een gedicht van, uit de 8e eeuw van een Bedouin aan zijn vrouw. Zijn vrouw heet Umama. Wa anti ya Umama ma ta'lamina fadalti nisa'a bidiqin wa har. ويعجبني منك عند الجماع حياة اللسان وموت النظر. En jij, Umama, weet niet dat jij alle vrouwen overtreft in nauwheid en gloed. En wat mij bekoort aan jou tijdens de gemeenschap is het leven van je tong en het sterven van je blik. Babe, what your daddy don't know what triggers that thing. Ik herinner me mijn eerste geliefde. Ik wist dat dit nog maar het begin was. Mijn tweede, derde. Ik herinner me dat ik ze op de vingers van één hand kon tellen. Ik herinner me dat ik mijn andere hand nodig had, dat twee handen niet genoeg waren. Ik herinner me dat ik hun namen prevelde. Het criterium voor een geliefde was all the way. Alleen kussen was geen geliefde. En alleen slapen was ook geen geliefde. En liefhebben was geen voorwaarde. Het moest tot een orgastische uitbarsting komen. Sinds hij zich op Second Life een virtueel bestaan had gekocht, hoefde hij tenminste niet langer naar het café gaan voor van die pseudo-intellectuele gesprekken. Nu had hij seks en wanneer hij wou, telkens als zijn Mieke Maaike weer eens inlogde en haar immer belaarsde benen spreidde en haar fuchsia-kutje oplichtte. Telkens hij dan inzoomde op haar kontje en met één muisklik haar nam.
dan en dan alleen, dan kwam de boon in hem tot leven. Hij had hun avonturen maar uit te tikken om zijn uitgever te laten smeken voor meer. Hoe meer, hoe harder hij tekeer ging met zijn geüpgrade hot rod, hoe meer dat die Flair en Cosmo-lezeressen er pap van lusten. Hoe meer zijn boeken buiten vlogen aan de kassa in de supermarkt. Literatuur, my ass, dacht Wekeman. Hij en zijn Mieke Maaike waren de Anaïs Nin en de Arthur Miller van de cybergeneratie. Want Mieke Maaike schreef ook en vooral zijn porno. Misschien zal ik u toch een stukje voorlezen uit het boek van Wekeman. Het was net toen zijn avatar, dat is je alter ego op het web, toen die wegens wanbetaling in een soort van virtuele coma lag. In een smal ziekenhuisbed dat niet veel ruimte liet voor acrobatische variaties. Mieke Maaike had zich tegen hem aangevleid als een klein meisje dat een verhaaltje voor het slapen gaan verwacht. Waar het niet dat ze haar gigantische borsten uit hun cups bevrijdde en beurtelings aan haar eigen tepels likte, terwijl ze haar wetloktanga tegen zijn dijbeen schurkte. Even leek het erop dat ze met vastberaden hand zijn joystick zou vatten om er als gek aan te rukken, zoals camionneurs dat wel eens deden in hun met blote wijven behangen cabines. Te banaal voor hun level. Liever knielde ze ijverig tussen zijn uiteengeschoven benen, verliefd op de hoerigheid van haar eigen supersonische borsten met flashende Microsoft tepels. Ze graaide er met beide klauwen in. Sacraal boog ze voorover en manoeuvreerde zijn niet geactiveerde penis tussen haar cyberborsten. Ze drukte ze stevig tegen elkaar en het wiegen begon, voor en achter, zonder steunende armen, met niets dan haar gespannen billen als tegengewicht voor haar steeds verder glijdende erectiemachine. Als een hitsige hotdog ontgroeide deze Frankfurter in geen tijd haar zachte broodjes. Zijn geboetseerde gummieikel leek bovenuit haar décolleté naar adem te komen happen uit het kliederige sopje dat zich had gevormd. Verlost uit de ijzergreep stond hij zwiepend zijn mannetje. Licht naar links neigend leek hij haar te wenken. Nu moest het snel gaan, want de lichtjes van de wireless adapter begonnen vervaarlijk te flikkeren. Zij wurmde zich uit het krappe slipje, hurkte boven zijn knuppel en liet zich zakken. Hij stootte diep door. Alles ging volgens plan tot zijn afwezigheid zich opdrong. Hij lag er maar wat disconnected bij. Zonder hem uit haar te laten glijden, maakte ze een draai van 180 graden en keerde hem de rug toe. Het voordeel van seks met internauten is dat ze ongelooflijk lenig zijn. Deze pirouette bracht een krolse sensatie teweeg die haar deed verlangen naar instantbevrediging. Niet van het aanrollende golvensoort, maar gutsend spuitend als een vent. Ze ging steeds heftiger tekeer op zijn getergde tel, graaide eerst in het laken en dan in zijn balzak vooral vast. Voor het eerst in heel het scenario speelde zijn passiviteit haar onverwacht parten. Think about all the mama don't know how your mama Hij rolt haar op haar rug. Hij is de baas. Dan gaan zijn sleetse lendenen tekeer. Het is een machtig knarsen. Het gesop van kwijl in etter kent geen einde meer. Zij kotst. Gods wonder in een notendop.